Vanochtend ontvangt P van de A leider Lodewijk Ascher Turkse organisaties. Hij wil de gemoederen bedaren naar de diplomatieke ruil tussen Turkije en Nederland. Ik wil heel graag uitleggen waarom de Nederlandse regering dit nodig vindt. Waarom we een grens trekken, juist ter bescherming van alle Nederlanders. Ook met een Turkse achtergrond. Om hun eigen keuzes te kunnen maken. Hun dus toekomst ligt hier, hun kinderen groeien hierop. Ze hebben het recht hun eigen keuzes te maken. Dat betekent ook dat ze mogen meestemmen voor dat referendum. Dat betekent niet dat een andere mogendheid hier. Mensen als een soort eigendom mag behandelen. De diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije kan niet los worden gezien van de verkiezingen. Dat VVD-leider Mark Rutte nu laat zien dat de maat vol is, komt hem volgens het AD goed uit. Ook trouwens ziet dat Rutte lofoogst met zijn houding naar Turkije toe. Dat in beide landen verkiezingen in aardig zijn, staat er niet los van, schrijft de Volkskrant. Moskeebestuurders voelen zich onder druk gezet om hun achterban aan te sporen op DENK te stemmen. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Moslims durven geen kritiek te hebben op DENK of zeggen dat ze op een andere partij stemmen. Ook worden potentiële kiezers te veel aangesproken op hun godsdienst en etniciteit. Dit werkt volgens de Raad polariserend en staat integratie in de weg. PVV-leider Geert Wilders zal nooit aanschuiven bij televisieprogramma's zoals Nieuwsuur of Pauw en Jinek. Ze vertegenwoordigen de linkse haatmedia, zegt hij in de Telegraaf. Ze vragen me al jaren en ik zeg al jaren nee. Ik vind het verschrikkelijke programma's omdat ze bevooroordeeld zijn. Ook hekelt Wilders de RTL-debatten en ontkent hij dat de PVV daalt in de peilingen.